Dit zijn ze. Mijn vader heeft eigenlijk vanaf het begin af aan heeft hij, foto's, plakboeken, krantenknipsels bijgehouden. Die heb ik pak een beetje een 2-3 jaar geleden heb ik ze van hem gekregen. Eigenlijk heel je carrière die komt dan weer terug en het grootste gedeelte vergeet je, als ik eerlijk moet zijn. Maar goed, plaatjes en teksten die brengen wel weer wat herinneringen omhoog. In dit geval is dat minder aan de orde, omdat ik werd daar wel geregeld mee geconfronteerd met dat moment. Dus dat is wel, dit is wel iets wat me bijgebleven is. En het tenue van Hans, het moment, mijn snor. Dus een aantal zaken zijn me wel bijgebleven. Ja. Ik denk absoluut dat dat mijn beste moment is. En vooral, het krijgt heel veel waarde door andere mensen. Je moet het zo zien dat het mijn geluk is dat ik juist dat doelpunt heb mogen scoren. En waarschijnlijk daardoor voor heel lang herinnerd zal worden door de echte mensen die daar op terugkijken. Ja, en uitblinken naar wat ik net al zei over als je ziet hoe groot de vreugde was. Ja, dat is wel mooi. Dat is wel echt een ploeg natuurlijk. Ja. Hecht blok. Dat zijn een aantal koppen en dat klopt natuurlijk ook wel. Ik weet alleen in dit moment dat heel de ploeg op je dook. En dat je eigenlijk bijna alle lucht kwijt was doordat het was gewoon een berg. Ik weet bij God niet meer hoe ik heb lopen juichen.